Ik denk dat wij misschien allemaal wel niet helemaal rechter uit kunnen kijken, maar vooral onszelf zien als we naar buiten kijken. Er waren zaterdag weer allerlei installaties en bijzonderheden te zien bij de Nijmeegse Kunstnacht. Eén daarvan sloot aan bij de wereldwijde traditie om maskers te dragen, maar deze waren nogal futuristisch vormgegeven. Ja, dit zijn kwanokkels. En kwanokkels zijn maskers die je op je hoofd kunt zetten. Dus die kun je over je hoofd heen doen. En dan krijg je een andere identiteit. Ik heb er eentje met spiegels aan de binnenkant. Dus als je die opzet, dan zie je alles gespiegeld en gefragmenteerd. Die heet Everyone. Ik denk dat wij misschien allemaal wel niet helemaal rechter uit kunnen kijken, maar vooral onszelf zien als we naar buiten kijken. Niet elke kwanokkel brengt je als bezoeker in de war. Zweers heeft ook maskers die verwijzen naar de moderne tijd. Dus ik heb nu een masker die heet Holy Me. Omdat iedereen zo vreselijk bezig is om zichzelf te presenteren. Maar ik heb er ook eentje die heet Science is the New Religion. Omdat vaak nu gezegd wordt als het wetenschappelijk bewezen is, dan is het de waarheid. Niels Duvhus maakte een video-installatie over het honingcomplex vanuit het thema tijdelijkheid. Op een gegeven moment bestaat dit niet meer. Binnenkort eigenlijk al. Dus het enige wat je dan nog hebt is die film. Dit is de iPod. En dit is een audiovisuele installatie die verhalen vertelt. En vanavond zijn het literaire verhalen van schrijvers van Artes schrijversopleiding en de Nieuwe Oost, Winterthur.